Ik ben David en ik woon in de school. En vandaag gaan we back to school spullen halen. Yay! Nou, we hebben een checklist meegekregen van de school. En daar staat op wat ik allemaal mee moet nemen. Dus het moet goed komen. Let's go! Ja, en het is voor ons het eerste keer dat naar de middelbare school gaat. Dus ik ben benieuwd wat we allemaal moeten halen. Ja. Nou, we beginnen even bij de Action, want we denken dat we daar al heel wat kunnen halen. Er staat dekverfdoos pelikan, maar we vinden hem nog niet. Een dekverfdoos penselen. We hebben iets gevonden met pelikan. Maar het is nog niet echt wat we zoeken. Oké, we hebben weer iets nieuws gevonden. En dan kunnen we al heel veel dingen afstrepen. Een pen, een gum, grijs potlood, puntenslijper en ook een arceerstift. Dus dat gaat dan hard. Ja. Ik vind die zwarte heel vet. Oké. Maar, ja... Ja, dat ziet er nice uit. We zijn al aardig op weg. Ja, schiet op. Oké, we hebben al een schoolagenda. Die hadden we namelijk al. Ja. En we hebben pennen, een grijs potlood, een gum. Stift hadden we nog niet, als ik het goed heb. Ook nog geen kruppel nodig, volgens mij. Hadden we die wel? Nee. Kaffee hebben we ook nog niet. Een laptop, nou ja. Ja, ja snelrechter. Ja. Ja. Een schaar? Nee, want ik ben linkshandig en dat was moeilijk te vinden. Een puntslijper check, lijmstift check, oorlogjes ja. Als eerste ook. Ja? Zeker. Nou, dit uiteraard hop. Dat hadden we al. Hop. Dit hebben we ook al. Ja. Wiskunde, passer hebben we nog dat niet. Geodriehoek hebben we nog niet. Rekenmachine nog niet. A4 schrift met ruitjes. Ja, hadden we wel. Ja, zeker. Beeldenvorming per se hebben we. Ja, ja, hadden we ook. Dekverdoos nog niet. Nee, ja, dat is niet. Bruin zil. We hebben nog geen potlood volgens mij. Nee, dat nog niet. En dit hebben ze bij school, dus dat moet lukken. Yes. Oké, top. En dat is wel kleuren. Ja, ja, mooie kleuren. Ik weet dat is exact wat we nodig hebben. Ja, die wel. Deze is ook leuk. Mama, deze is ook leuk. Kleuren, maar ja. Ik vind dat die er niet heel leuk uitziet. Ja, het zijn goed. Ja, meerdere kleuren, bruin en groen. En... Ja, gewoon 12 kleurtjes. Maar je kan ook lichter en donkerder. Dus dat... Leuk voor Jan. Kleurpennen overal. Ja, ik vind dit ook zo satisfying. Mooi. Deze ook. Tada! Guess what? We hebben de pelikaan. Oké, we zijn langs de HEMA geweest. Nee, Reshop. Oh, sorry, de Reshop. We zijn langs de Reshop geweest en we hebben nieuwe dingen gehad. Zoals stiften, als ik het goed heb. Ja, stiften, ja. En ook kleurpotloden. Ja. En kaffepapier nog niet. Die hebben we besteld. Streep maar door, linkshandig schuif. Ja? Ja, ik word woensdag van 10. Ja. Oké. Nou, dit is al klaar, We hebben een passer meegenomen. Ja. Een geodriehoek. Nog niet. Een rekenmachine hebben we weten te vinden. En ook zeker deze. Ja, dat en ook een goede type. Yes. En toen keken we bij de Reshop. En toen wat zagen we daar? Ja. Een dekverfdoos van Pelikan. Nou, hartstikke mooi. En voor potloden zagen we Karen Dash, dus dachten we, dat ziet er prima uit. Dus die hebben we ook meegenomen. Check, dus we gaan nu naar de HEMA voor kaffepapier, schriften en een geo. En een boekentas moeten we laten. Ja, ja. Oké, top.
Nou, we zijn net naar de HEMA geweest en daar hebben we alles weten te vinden. Dus dat was helemaal mooi. Ja, de laatste dingetjes nog. En nu hebben we alles behalve de boekentas, want die wil ik graag samen even met Roland ook uitzoeken. Even samen overleggen. Dus ja, ja. Dan hebben we alles. Dus gaan we naar huis en gaan we zo even laten zien. Mm-hmm. Nou, op naar ronde 2. We hebben nu alle spullen voor David. En ik was even met David alleen geweest, omdat we allemaal nieuwe dingen moesten halen voor de middelbare school. En we moesten even goed focussen, zeg maar. Maar nu gaan we nog even met z'n allen back to school shoppen. Yay! En Hugo is voor het eerst mee, want ja, Hugo gaat nu ook naar school, hè? Ja. Hey jongens, wat hebben we nodig? Ik heb een broodtrommel. Broodtrommel, ja. Beker. Ja. Beker, bakjes denk ik. Fruitbakjes, Hugo, nieuwe broodtrommel. Een agenda. Deze agenda voor Rosalie. Ja, pennen. Leuke pennetjes. Ja. Oké, okay, dus genoeg te doen. Ja. Genoeg te doen nog, daar gaan we. Nou. Midden in de... Ja, die is verplaatst weer. Weer terug op zijn oude plekje. Oh ja, want er was brand. Oeh, ja, deze. Dit hier is afgebrand. Brennen! En brennen die ook. Deze twee, dit zijn de dino's. Dit is zo'n gekke beker. Maar zit het in? Ga zo kijken hoor, Laurens. Wat? Ik ga zo kijken voor je. Dit is zo'n gekke beker met zo'n rietje, die weet ik niet. Toch ook deze? Oké, okay, nou we gaan even rustig kijken. Ik wil graag deze beker. Deze! Oeh, die is leuk Hugo. Deze heb Lennon, die ook. Ja. Yeah. Ik heb papa schoen bij Jack. Oh. Mam. Nou, ik ga natuurlijk naar de eerste klas, want daar hadden jullie wel gedacht met kaffepapier en zo. Maar Roseline, in welke groep ga jij? Oh, ik ga nog 8. Oké, okay, en Laurens? Ik kom 5. En Hugo? 9. Nee, groep 2. Nee, jij doet nog een jaar niet meer, hè? Laat even in de comments weten naar welke groep / klas jullie gaan. Of welke jullie het leukste vonden. Ja, die weet ik nog, ja. Zullen we een lekker ijsje? Oh ja. We gaan laten zien wat we hebben gekocht. Ik ga proberen de prijsjes erbij te zetten met editen. Dat is misschien wel leuk om te zien. En we gaan proberen het van boven te filmen, zodat jullie het allemaal goed kunnen zien. Dus daar komen alle spullen die we hebben gekocht. We beginnen bij de HEMA. Nou, deze fles heeft Rosalie gekocht van de HEMA, toch? Ja, HEMA. HEMA. Leuke drinkfles. Ja. Hier, kan die open. Dopje. Ik ga even iets naar beneden. Ja, kan je water in doen. En dit heeft mama voor ons gekocht. Een Pokémon boekje waar we in kunnen schrijven. Ja, 3 schriften. Voor 5 euro. Ja, ik zal de prijzen wel even opzoeken en bij in beeld zetten. Ja. Oké, okay, dat was Laurens. Nou, dan gaat David verder. Oké, ik heb etiketten gekocht van Pokémon. Voor de mensen die het niet wisten, ik hou van Pokémon. En dit waren er niet zoveel, dus ik heb ook nog een paar andere gekocht. Dat was een setje met ander kaftpapier, dus dat vond ik wel heel erg leuk. Ja, kaftpapier en die etiketten. Sportetiketten en sportkaftpapier. En uiteraard heb ik nog een beetje etiketten gekocht, gewoon blank, dat vond ik wel leuk. En ik heb een ander kaftpapier gekocht, namelijk deze. Die vond ik ook erg leuk. Ik hou van dat soort kleurtjes. Dus die vond ik mooi. Ik heb fineliners gekocht. Gewoon zwarte. Ik had zelf nog allerlei verschillende kleurtjes. Dus 0,4 millimeter
12 keer gewoon zwarte fineliners. Ik heb ook een pen gekocht. Die vond ik mooi. Was wel handig. Gewoon een balpen. Ja. Helemaal niet moeilijk. Gewoon. Ik heb nog wat, hoe heet het? Flashcards gekocht. Dat is ook handig voor het leren. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Een geodriehoek, die stond er ook op, dus die was ik ook nog nodig. Schriftjes, volgens mij, dit zijn line schriftjes, dus dat houdt in dat het gewoon met lijntjes is. Niet met blokjes, maar lijntjes. Ja, en het zijn A5 schriften, 10 stuks, dus daar kun je een hele tijd mee vooruit, David. Dit zijn ook nog line schriftjes, maar deze zijn A4, 3 stuks van... En die vond ik ook mooi. En ik heb ook deze gekocht. Dit zijn... Wat zijn dit? Dit zijn ook lined. En die zijn in allemaal verschillende kleurtjes. En die vond ik ook leuk. Gelineerd, zeggen we. Ja, je hebt ze met lijntjes en met blokjes, hè? Deze, ik had het al gezegd, ik hou van Pokémon. Ik vond deze erg leuk. Ook een... gelineerd schriftje. A4 formaat. Ja, dit is alles van de HEMA. Dus hier hebben we heel veel dingen nog gehaald. Welke winkel zullen we nu laten zien? Action of de Reach Shop? De Reach Shop. Oké. Oké, we beginnen. Er liggen een hele hoop op tafel. We beginnen met deze etui. Die kun je neerleggen. Openritsen. En... aan de binnenkant zit zo'n dingetje met van die, dingen. Daar kun je pennen en zo in doen. En dat kan ook nog open en daar kun je ook allemaal dingen in stoppen. Een rekenmachine, dat moest een FX280 EX zijn of zo. Van Casio, hartstikke mooi. Casio. Nou, uiteindelijk toch nog weten te vinden. De Pelikaan. Dekverfdoos. Gewoon waterverf volgens mij. Een passer is ook erg handig. En die stond ook op het lijstje. Potloden van Stabilo. Stiften van Stabilo. En die zijn gewoon voor in mijn etui. En die waren ook wel handig. Stonden ook op het lijstje. Nou, we hebben ook potloden gekocht van Carandash. Die stond ook op de lijst. Had je keuze uit meerdere opties qua potloden. Maar wij hebben voor deze gekozen. Ja, die hadden ze toevallig bij de Reach Shop. Dus... Ja, dus dachten we, nou, die is mooi. En we hebben ook nog een friction pen. Voor de mensen die het niet weten, die heeft een stukje om mee te gummen. Bij de pen, dus dat is hartstikke handig. Die hebben we ook meegenomen bij de Reach Shop. Ja. Door naar de Action. Door naar de Action. Nou, we hebben oordopjes gehaald, want die stonden ook op de lijst. En mijn moeder had het erover van, nou, die is het ook nog wel handig om een doosje mee te nemen. Dus die vond ik ook wel leuk bij passen. Want deze is wit met een beetje zwart. En deze is, doosje is ook zwart. Dus die vond ik hartstikke leuk. Nou, we hebben percelen meegenomen, stond ook op de lijst. Ja, ik denk dat dit veel te veel verschillende zijn, maar goed. Moet je maar kijken wat je nodig hebt voor ontvaardigheid. Zo is het. Ja, het zal nog afwachten en nieuw voor ons. Dit was een setje. Oh. En daar zit van alles in, dus ze dachten, hé, handig. volgens mij hadden we in de winkel ook al laten zien deze. Ja. Snelhechters, en daarvoor graag die lichtblauwe. Maar er zit ook roze bij, maar goed, die bewaren we dan gewoon voor Rosalie. En nog een groene, die was ook wel leuk. Mintgroen. Ja, 10 voor een euro volgens mij. Dus ik heb ook nog 10 donkerblauwe meegenomen. Voor werkstukken en andere dingen, erg handig. Ja. En de rest van de schriften hebben we bij de HEMA. Maar bij de Action zag ik een heel mooi blokje schrift voor wiskunde. Ja, ik vond hem echt heel mooi. Mooi blauw. Ja. En lijmstiften. 3 stuks. Dus ook gewoon voor het knutselen, denk ik. Maar eentje kan in je etui. En nog
highlighters, dus markeerstiften, pastel en gewoon van die neonkleurtjes. 8 stuks. Pastel vond ik erg leuk, maar toen zagen we in de winkel alleen die felle kleurtjes. En toen dacht ik van, maar ik wil graag pastel. Dus toen hebben we ook nog pastel en toen zagen we deze. En toen hadden we dus pastel en die felle kleurtjes. Dus dat was erg handig. Nou, toen we met z'n allen gingen, zijn we nog bij de Vibra geweest. Heeft Rosalie een agendaatje gekocht. Zij zit in groep 8 komend jaar. Dus dan is het wel handig voor spreekbeurt, werkstuk, toetsen om een agendaatje te hebben. Ja. En die was volgens mij maar een eurotje. Hartstikke mooi prijs. Ja. En ze wou deze stickertjes erbij om het te versieren. En bij de blokker hebben we broodtrommels gehaald. Hugo mocht voor het eerst wat uitkiezen ook. Toen hij 4 werd, we hadden nog wat gekregen van iemand. Dus dat hadden we eerst gebruikt. Maar ik denk ja, hij mag nou ook wat uitzoeken. Dus Spider-Man, een beker en een trommeltje. Ik was ook wel toe aan een nieuwe broodtrommel en ook een nieuwe beker. Dus ik heb voor deze gekozen. Die vond ik wel mooi met een bandje eromheen en een mooi dop. En ook gewoon lekker voor de middelbare. Gewoon een mooie, goede trommel. Gewoon mooi. Even zwart vond ik ook leuk bij mijn beker staan. Dus die vond ik hartstikke mooi. Ja, en Laurens heeft eigenlijk hetzelfde, maar dan een ander kleurtje. En ook een beker daarbij. Dus Rosalie, die had die beker van de Hema en haar broodtrommel was nog prima. Dus hebben we alles laten zien nu? Ik denk het. Volgens mij ook. Nou, wij zijn er klaar voor om weer naar school te gaan. We hebben nog 3 weken vakantie, dus we hebben het mooi op tijd in huis dit jaar. Ja. We wensen jullie nog een fijne vakantie en veel succes alvast als jullie weer naar school gaan. En tot de volgende video. Tot de volgende video. Doei!